Ik zit dus voor 3 weken in Suriname, dus ik kan ook niet paardrijden voor 3 weken. Maar mijn oma heeft kalfjes en koeien. Ik heb een halser gehaald, dus ik ga er grondwerk mee doen. Ja, yes, kan. Ze zijn echt super bang voor dit halser, want dit kennen ze natuurlijk niet. Ze kennen alleen touw om hun nek en ja, dat is het. Oh, oh. Goed zo. Ja, oh, die is zo cute. Oh, ik kreeg oh ja, kijk, en nu is hij weer bang. We doen niet meteen traumatiseren of zo, snap je? Dat is ook niet echt de bedoeling. Dus ja, ik doe het gewoon rustig aan. En uiteindelijk hebben ze het wel hoor. En het is gelukt. Hij heeft zijn mooie blauwe hassetje om. Hij moet er nog wel aan wennen, want ik kan echt niet met hem wandelen. Want dan gaat hij echt alleen maar tegenschribbelen en zo. En ja, het omdoen. Maar ik heb wel een borsteltje bij me. Dus ik ga hem niet borstelen. Zo, borstel, borstel, borstel. Hij wordt een mooie koe. Stier, sorry.